Dankjewel, Simone. Kan je zien dat ik er een hard hoofd in heb, of niet? Nou, dat heb ik, mensen. Ik heb er een hard hoofd in. Dit was het weer gisteren. Dit was het van vandaag. Maar morgen zitten jullie allemaal. Want jongen, jongen, daar komt toch een ellende voorbij. Kijk eens even. Tornado's, hagelbuien, ellende. Overal. Precies in dit gebied. Schrikkelijk. Ja, dat zit allemaal behoorlijk tegen. Nou, gelukkig is er morgen iets op televisie in de middag. Het is een wedstrijd, Champions League. Hartstikke spannende wedstrijd. Dus die kun je dan gewoon kijken. Want ja, wie gaat er nou naar buiten met dit rotweer? Dus stel dat jij precies in dit gebied een familiedagje hebt gepland... wat je was vergeten omdat je eigenlijk voetbal wilde kijken. Nou, dan kun je dat dan wel doen. Want ja, wie gaat er nou in dit weer met de hele familie fietsen? Toch niemand? Dat is levensgevaarlijk, joh. Bliksem. Voor je het weet word je geëlektriciteerd. Dus dat gaan we lekker niet doen. Lekker binnen blijven, dat is mijn waarschuwing. Want wat een ellende. Precies rond dit gebied. Dus als je wil, ga fietsen, niet doen. Zo, dat was het weer. Tot, oh. Ja, hallo. Hé, ma, zit je toevallig te kijken? Ja, nou, wat een toeval. Of wat een ellende, hè? Precies op het familiedagje. Ja. Wat? Mooi weer, mooi. Nee, joh. Wie zegt dat? Piet Plusma. Die gast heeft helemaal niks. Die heeft geen verstand van, joh. Vertrouw je eigen zoon. Dan komt het wel goed. Ja? Dus helaas... Nee, maar joh... Nee, maar je hebt het toch... Je ziet toch qua... Ja, regenpakken. Oké. Okay. Ja, hartstikke goed idee. Slim. Hartstikke slim. Ja. Oké. Okay. Ja, tot morgen. Ja, ik haal je op. Ja. Tot morgen, ma. Dag, zin in. Ja, ook kusjes. Nou, ik krijg net via een betrouwbare bron te horen dat dit de weersvoorspelling is. Hartstikke mooi weer, vooral in het midden van het land. Even in de lijten en dan is het nog... Nou, doei.